Zo druk doende in de tuin. Ja, het seizoen gaat weer beginnen. Dus dat is snoeien, bladeren weghalen, mesten, nieuwe plantjes erin zetten, zaaien. Ja. Zin in het nieuwe volkstuinseizoen? Ja, zeker. En als het een beetje mee zit, over 6 weken eten we weer uit de moestuin. De peulen en de erten die staan er al in. Ja. Een nieuw seizoen breekt aan en er is een nieuwe beheerder voor de bijna 5000 Rotterdamse volkstuinders. Stichting Volkstuinen in Nederland gaat de huren innen en toezien op onderhoud en naleving van huisregels. Nou, de kern zit erin dat je huur betaalt, dat is de eerste. Het tweede is dat je de tuinen niet gebruikt voor andere doelen dan waar ze voor bestemd zijn. Dat komt wel eens voor. En de kracht is dan van goed samenwerken met de gemeente. Waar hebben we ook gezegd, we willen alleen maar doen als we strakke afspraken hebben. Dat er dan als mensen van de tuin af moeten als ze zich daar niet aan houden. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de 40 volkstuinencomplexen en gaat samen met de nieuwe beheerder misbruik en misstanden zoals permanente bewoning en criminele activiteiten aanpakken. Kijk, het gaat in volkstuintjes eerst erom dat je gewoon met plezier daar kan verblijven. En daarnaast is de afgelopen jaren is toch sprake van overlast op een aantal complexen. Dat gaan we ook aanpakken. Er komt een nieuwe overlastkader. Regels. Begin april zijn die klaar. Ook in goed overleg met het nieuwe bestuur worden die opgesteld. En die worden gezamenlijk gehandhaafd door de gemeente, desnoods door de politie en het bestuur van de vereniging. Alle Rotterdamse volkstuinders betalen voortaan een standaard tarief per vierkante meter. Voor de een betekent het een iets hoger tarief en voor de ander een iets lager. Vanaf 1 april mogen de volkstuinders ook weer overnachten op hun tuintje. Hey. In sommige steden moet je jaren op een wachtlijst. En in Rotterdam, als je echt geïnteresseerd bent, dan kan je gaan kijken. En dan met een beetje mazzel heb je binnen een paar weken een tuin om in aan de slag te gaan. En voor jullie een ideale combinatie tussen wonen in het centrum van de stad en lekker genieten van groen? Ja, ideaal. Vorig jaar zijn we niet eens op vakantie geweest, maar gewoon lekker hier gebleven. Ja, wat wil je nog meer? Een mooi seizoen gewenst. Ja, dankjewel. De zon schijnt al.